Hallo kidoki allemaal, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben bij de Kringloop geweest, ik heb een shoptrip van opgenomen. Als het goed is staat hij al online. Tenminste, dan ga ik zo plannen dat hij eerder komt dan deze shopblog. En ik heb er heel veel zin in om het je te laten zien. Het is niet al te veel, deze shopblog van de Kringloop dus. Mocht je het nog niet begrepen hebben, dan zeg ik het nog maar eventjes. Het is niet al te veel, maar ja, weet je, dat hoeft ook niet. Ik vind het gewoon leuk om het te laten zien. Ik vind het altijd leuk om van anderen te kijken. En ik weet dat mensen het ook leuk vinden om een shopblog van de Kringloop te zien. Ik vind vooral boeken heel erg leuk. Ik vind spelletjes heel erg leuk. De vorige keer had ik ook spulletjes voor in huis meegenomen. Maar dit keer liep ik er niet tegenaan. En dat is een beetje de Kringloop. Je loopt er wel of niet tegenaan. Dit keer niet en een volgende keer misschien wel. Maar ik heb wel wat dingetjes gekocht die ik heel graag wilde hebben. En dat is ook bij de Kringloop, je moet er tegenaan lopen. Dat je denkt, oh, dit is iets wat bij mij past en wat ik leuk vind. Dus zodoende. En ik zou zeggen, laten we gewoon gauw gaan beginnen. Ik begin even met het grootste en het zwaarste, skilers. Ik wilde al heel lang skilers hebben, maar skilers die kunnen best duur zijn. En ik ken mezelf, als ik het dan eenmaal heb, dan doe ik het een paar keer en daarna niet meer. En dan staan die dingen er maar. Dus ik denk, nou, dan kan ik ze wel een keer tweedehands kopen en dan kan ik een keer lekker skileren. Ik ga ervan uit dat ik dit ding, dit stofje, eruit kan halen en lekker kan in de wasmachine kan doen. Dat vind ik wel het meest frisse. En anders dan ga ik het zo een sopje geven. En dan met, hoe heet dat? Afwasmiddel. En dan gewoon keukenpapier erin proppen. Dat het toch kan drogen. Dat vind ik toch het meest frisse. En ik denk dat ik ze sowieso een keer de wieltjes en alles gewoon een keer heel goed poets. Dat ik zeker weet dat het schoon is. Want ja, weet je. Dit zijn dingen, vind ik, prima tweedehands. Mij maakt dat niet uit. Kleding vind ik op de een of andere manier niet zo fijn. Ik heb als kind een truitje tweedehands gekocht. Maar... En als je het koopt is het prima. Hè? Ik bedoel, dat is ieder zijn ding. Maar dit soort dingen, van, nou, dat kan ik gewoon lekker oppoetsen en schoonmaken. En dat is prima. Ik heb ook hier best wel wat dingen van de Kringloop in huis. Gewoon omdat je ook bij de Kringloop dingen kunt vinden die je in de gewone winkels niet vindt. Dingen die, ja, wat ik al zei, je moet er tegenaan lopen. Als je er tegenaan loopt, dan is het prima. En ik ga misschien vanmiddag wel lekker even skileren. Want het wordt mooi weer. En dan kan ik lekker meteen even het zonnetje pakken. Mijn snoetje. En daar hou ik van. Dus deze. Dan. Ik ben helemaal, was als kind en eigenlijk nog steeds, alleen het is niet meer op tv, helemaal fan van het programma Kopspijkers. Ken je dat programma nog met die Jack Spijkerman op die spijkers en dan deze vragen beantwoorden? En deze ook altijd mensen na. Alex Klaassen bijvoorbeeld, die speelde dan, wat heeft die Marco Bassato ooit of zo nagedaan? En die mensen die leken zoveel op de echte, ik kom nog niet helemaal uit met licht vandaag. Terwijl ik nou toch het dakraam zeg maar heb afgedekt of in ieder geval gedeeld. Van het dakraam afgedekt. En die mensen die leken zoveel op de echte personages. En dan zag ik dit staan. En deze moest gewoon mee. Deze was 2,50. Die skilers waren 3 à 4 euro. Dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. En ik heb er ook geen bonnetjes meer van. Dus ja, dat kan ik niet helemaal exact zeggen. Maar dit is dus het spel. En er zitten dus inderdaad, als ik het zo begrijp, vragen in. Dat zullen wel een beetje vragen van toen zijn. Dus ik zou het misschien niet allemaal meer weten. Omdat het van toen de top 20 of zo. Ja, dat soort dingen weet ik allemaal niet. Maar het doel van het spel is om 2 spijkers helemaal in het hout te slaan. Schud alle kaarten. Spreek af of u individueel speelt of een team. Dus je kan ook een team spelen. En ja, nou ja, de spelregels zijn gewoon heel simpel. Eigenlijk gewoon zoals het oude spel van Kopspijkers. En zoals het ook op tv eraan toe ging. En dit vind ik helemaal leuk. En dan ga ik meenemen naar ons thuis een keer. En dan gaan we daar lekker spelen. Dan nog een spelletje. Dit is het laatste spel. Ik heb 2 spelletjes gekocht. Triviant. Ik ben helemaal dol op Triviant. Ik vind Triviant hartstikke leuk. Ik moet zeggen, ik ben er ook aardig goed in. Ik heb heel veel algemene feitjeskennis, weet je. En ik bedoel, laatst wist ik een vraag. Wanneer is de postzegel voor het eerst in gebruik genomen? 1853. Waarom weet ik dat? Geen idee. Dat heb ik dan ergens gelezen en dat onthoud ik dan. En ik weet natuurlijk ook vrij veel van het menselijk lichaam en zo. En deze was 2 euro en dit zijn aanvullende vragen. En dit zijn er best veel. En ik hoop dat het ook niet dezelfde vragen zijn als dat ik al heb. Maar ja, dat weet ik dus niet. Want ik ken niet alle vragen uit mijn hoofd. Even kijken. Hoe heet het punt waar condensatie begint? Het punt waar condensatie begint. Is dat niet gewoon verdampen? Douw.
Dat is eigenlijk best logisch. Maar ben ik weer gewoon met jullie een spelletje aan het spelen terwijl ik een shoplog aan het opnemen was. Maar dit is gewoon leuk, zijn extra vragen en die zijn €2. Je hebt trouwens ook, en dat vind ik ook heel erg leuk, een Harry Potter triviant. En ik ben helemaal fan van Harry Potter. Ik vind Harry Potter hartstikke leuk. En eigenlijk zou ik die ook willen hebben. Laatst had ik hem in Duitsland in mijn handen. Toen liep ik naar de kassa en denk ik, hallo, dit is Duitsland. Daar ga ik de vragen echt niet van begrijpen, want ik kan echt geen Duits. Ik heb het al vaak gezegd, Frans, Italiaans gaan me heel goed af, maar Duits? Nee. Maar dit zijn gewoon kortom dus extra vragen. En het zijn dezelfde kleuren, alleen het zijn net even iets andere kaartjes dan het basisspel. Dan kocht ik 3 boeken. 1 boek was van Willem van Oranje en die heb ik aan mijn vader gegeven. Die kocht ik ook van mijn vader, want mijn vader vindt de geschiedenis helemaal leuk. Napoleon, Willem van Oranje, dat soort dingen vindt hij helemaal leuk. En dan 1 boek wat er netter uitzag dan ik het nu in mijn handen heb. Dit is een boek van Harlan Coben die ik nog niet gelezen heb. Ik ben helemaal fan van Harlan Coben. Als je me volgt weet je dat. En een schrijver die ik niet ken, Jonathan King. En ik denk, nou misschien doe ik via dit boek dan wel een ontdekking voor een nieuwe schrijver. Maar dit boek zag er nog redelijk goed uit, maar het zat in mijn tas. En onderweg van de kringloop naar huis begon het te regenen. Echt keihard te regenen. En ik heb wel geprobeerd mijn tas dicht te doen, maar ja, het is dan toch, kan ik het toch niet helemaal, heb ik toch niet helemaal tegen kunnen beschermen. Dus ja, het is een beetje nat geworden, de pagina's zijn wat verkreukeld, maar weet dus dat het boek er net eruit zag toen ik het kocht. Dus ja, daar kan de kringloop ook niet zo heel veel aan doen. En een dubbelroman, ik denk ja, misschien kan ik op die manier toch weer schrijvers vangen en denken van, ah, dat is een leuke schrijver. Kent iemand die trouwens, Jonathan King? Laat even weten in de comments als je dat weet. Dan een boek van Marijntje Gijzers Jeugd. Hier heb ik de serie van gezien uit de jaren 70 of zo. En die vond ik gewoon heel grappig, heel nostalgisch. Net als Kruimeltje en Siske de Rat en Pietje Bel. Dat soort verhalen vind ik altijd gewoon leuk. En nou is Siske de Rat eigenlijk geen leuk verhaal. Het is eigenlijk gewoon een heel triest verhaal. Maar ja, weet je, en Marijntje Gijzer, die behoort wel een beetje tot die categorie. Bartje trouwens is ook zo'n boek waar eigenlijk ook helemaal niet, ja, ook gewoon sneu verhaal is. En Marijntje Gijzer is wel een redelijk, iets vrolijker verhaal in ieder geval dan Siske de Rat. En ja, ik vind daar gewoon leuk om ook het boek van te hebben. En dit is van de oude serie. Je hebt een oudere serie en een nieuwere serie. Die is dan alsnog uit de jaren 70 en ook een oude serie uit de jaren 50. En dit is een manneke uit de jaren 50 zo te zien. Uit die hele oude serie, zou ik maar zeggen. En, hier staat het ook. Ah, nee, er staat niet over, niks over de serie. Dat dacht ik eventjes. Maar die heb ik dus ook meegenomen. Dan is dit echt een film volgens papa en mama en mij om te kijken. Wij zijn helemaal fan van een beetje van die romcoms, zou ik maar zeggen. Van die romantische comedies. En dat is dit ook eentje. En deze ken ik helemaal niet. Wij kennen, ons mama en ik, eigenlijk al die romcoms. Liever verliefd en alles is familie, alles is lief. Allemaal dat soort films vinden wij gewoon heel erg leuk. En het grappige is ook dat ik die nooit in mijn eentje zou gaan zitten kijken. Maar met ons mam dus gewoon wel, weet je. Waarom dan niet in mijn eentje, weet ik niet. Maar dit is gewoon een, met Dirk de Lint en best wel bekende acteurs en actrices. En dit vond ik gewoon heel erg leuk. En dit was €1 en ik denk, nou ja, voor €1 kan ik dat. En ik kan hem ook niet on demand vinden, want anders had ik hem waarschijnlijk on demand meegenomen. Of meegenomen had ik hem gewoon on demand kunnen kijken. Maar ja, deze kon ik niet vinden. Kan maar zijn dat hij er is en dat ik gewoon niet goed gekeken heb, hoor. Dit was eigenlijk alles wat ik al zei. Het is niet al te veel, maar ik vind het gewoon leuk om te kopen. Of leuk om te laten zien. En de shoptrip vind ik leuk om op te nemen. En ik hoop gewoon dat jij het ook heel erg leuk vond, deze video. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doe even 1 druk op de rode knop. Zet het belletje aan, dan krijg je altijd een update op het moment dat dat ik een nieuwe video plaats. Ik moet echt nog even het zeil wat dieper over mijn koepel gaan leggen. Want ik vind het heel irritant. Iedere keer licht, donker, licht, donker. En ik denk dat ik hem gewoon er iets verder overheen moet leggen. Want er komt alsnog te veel licht binnen nu. Dus dat is een beetje vervelend. Ik hoop niet dat je er al te veel last van hebt gehad. Als het wel is, sorry. Maar goed, ik ga er nou iets aan doen. En dan wil ik je hartelijk bedanken voor het kijken. Nogmaals, vergeet je niet te abonneren. En heel graag tot de volgende video. Dankjewel. Doei.